Esther en Chantal, leuk dat je meedoet. Kom op je mat staan. Zet je voeten goed neer, til je tenen maar eens op. Leg ze weer neer. Doe je voeten wat steviger in de mat en rijd met je kruin omhoog. Maak ruimte voor je adem. En zorg dat die zacht en regelmatig naar binnen en naar buiten gaat. Schouders ontspannen. We gaan terugstappen naar krijgen 1. Je mag het gewicht op je rechterbeen brengen en een grote stap naar achter brengen. Gebruik je handen voor balans en dan mag je je achterste hiel meteen neerzetten. Je voorste been blijft gebogen en dan til je je handen op en dan rijk je naar de lucht op naar het plafond. Dan strek je je flanken. Misschien vind je het prettig om naar voren te kijken, misschien kijk je wel mee naar je handen. Je mag je armen gestrekt en dan mag je ze sluiten. Je mag ze ook wat verder voor je houden als dat beter voelt. Aandacht even naar je navel gaan. Kijken of je die een klein beetje naar je ruggengraat kan trekken. Mag je bekkenbodem een beetje optillen. Dat mag je toch veel bij yoga. Heel goed. Dan brengen we de armen helemaal naar achter. Je benen blijven hetzelfde. En dan ga je die armen actief naar achter strekken. Dus je brengt je schouderbladen naar elkaar toe. Je tilt je hart op. En je vingers zijn actief. Alsof er energie uit je vingers schiet. En dan stappen we door naar krijgen 3. Of een variant daarvan, als je je handen niet voor je wil strekken, mag je ze voor balans bij je hart of naar buiten brengen. En dan stappen we door. Heel goed. Andere kant. Grote stap naar achter. Met rechts. Links blijft voor. Armen komen omhoog. Zachte ademhaling. Goed, laatste hier. Daar gaan we. Naar die vliegtuigarm. Helemaal naar achter. Open je hart. Schouderbladen naar elkaar toe. Zet je af. Gewicht op je voorste been. En dan gaan we. En heel misschien hou je vandaag je teen wel op de vloer. Of til je hem wat hoger. Mag allemaal. We stappen bij. We doen het nog een keertje. Daar gaan we. We stappen naar achter met links. Naar die krijgen. En breng je armen omhoog. En dan direct gaan we door naar die vliegtuigarmen. Strek ze naar achter. Je mag je kin wat naar beneden houden, recht vooruit of als je dat fijn vindt omhoog. Meer dan een eigen keuze. Doorademen, voeten in de mat duwen. En kijk maar wat je zacht kan maken. Nog één ademhaling hier. Dan vliegen we weg. Of misschien stijg je nauwelijks op. En stappen bij. En dan gaan we naar de andere kant. Stap naar achter met rechts. Draag je voorste been helemaal naar die krijger 1. En als je niet meer verder omhoog kan reiken, dan mag je je handen naar achter brengen. Je schouderbladen naar elkaar toe. En doorademen helemaal richting je buik. De laatste ademhaling. En dan gaan we. Maak een beetje momentum. Zet je af. Stijg op. En beide voeten naast elkaar. Laatste rondje alweer. Dan ben je helemaal klaar voor de rest van je dag. Daar gaan we. Stappen naar achter. Heel goed. Hielen op de grond. Voorste been gebogen krijgen. En dan gaan we direct door naar die mooie borst openen. Krijgen. Nee, vliegtuigarm. En nu gaan we kijken of we deze wat langer vast willen houden. Het helpt als je een bunt voor je pakt. Het helpt als je je standbeen niet helemaal op slot zet. En het helpt ook heel erg als je je achterste been ook blijft aanspannen. Laatste adem. Goed bezig. Heel goed. Stappen naast. Andere kant. Stappen naar achter. Vliegtuigarmen helemaal door naar achter. Open je hart. En dan gaan we. En wat zo lekker is bij die balanshoudingen, is dat je gewoon, als je eruit valt,
er weer terug in kan klimmen. Het is nooit zo ver richting de grond. Kan je niet echt wat gebeuren. Blijf rustig ademen, ontspan je kaken. Stap zachtjes bij. Heel goed. Zet je voeten lekker wat breder. Sluit je ogen. Haal wat dieper adem en wat langer uitademen. Dankjewel voor het meedoen. Tot de volgende keer.